Erik, wat gaan we vandaag doen? Nou, een thema waar volgens mij de meeste mensen de provincie van kennen, de provinciale wegen, en die zijn nog steeds te gevaarlijk. We zijn in Oosterhout bij de Vijf Eikenweg en dit is een van de gevaarlijkste plekken in onze provincie. Ik zou wel bang zijn als ik kinderen zou hebben die met de fiets over moeten steken, zou ik als moeder, als ouder zijnde, denk ik mezelf wel eens zorgen maken. Het is nieuw asfalt, het is één rechte weg, slecht verlicht, gevaarlijke situatie. Hoe vaak gaat het hier mis? Veel te vaak. Maar soms is het ook met dodelijke aflopen en dat is natuurlijk wel heftig. Brabant loopt nog steeds voorop als het gaat om het aantal verkeersslachtoffers. Ook omdat we heel veel van dit soort wegen hebben. Ik denk dat het een heel belangrijk thema is bij de verkiezingen. Vooral voor de provincie, omdat dit soort wegen, daar heeft een gemeente weinig over te zeggen. Dat is echt voor de provincie. Wat zou volgens u een oplossing zijn? Ja, ik denk rotonde of inderdaad verkeerslichten. Gaat het helpen, denkt u? Ik denk het wel. Het wordt natuurlijk veel minder aantrekkelijk om heel hard te rijden hier op de Vijf Eikenweg. Had dit al veel eerder moeten gebeuren volgens u? Het had misschien wel wat slachtoffers gescheeld, ja. Doet de provincie voldoende als het gaat om verkeersveiligheid? Als je nog zoveel verkeersslachtoffers hebt, iedere dode is er één te veel, dus het kan nooit genoeg zijn.